that tune. Dan staan we daar zondagmiddag. When I'm back on top. Je back beter, on top ja, in June. Enschede. Iedereen vraagt aan mij, hoe is het met Jury? Ja, nou dan, ja, dat gaat echt goed. Maar ik wil een beetje even jou vertellen wat ik zo gedaan heb. Ja, je schijnt je er niet echt voor te interesseren, dus... Nou, alsof het je werk is en je moet hier zijn en... je doet het niet echt voor je plezier, maar dat half uurtje moet weer vol. Gewoon maar naar Jury Mulder. Ja. Dat idee heb jij. Ja. Want die is toch, ja, die speelt niet en die zit in de put en weet ik veel. Maar ja, ik moet je teleurstellen. Het is echt, het gaat goed met me. Dus... Hij zit niet in de put. Nee, ik zit niet in de put, nee. Ik wil ook wel doen alsof ik in een dip zit. Ik wil, nee. Zij zegt van, dat kunnen we afspreken. Ik kan ook wel triest gaan doen. Dan zeg ik, hoe is het met je, zeg ik dan bijvoorbeeld. Ja, het gaat wel. Ja, dat klinkt wel diep, ja. Dat is goed. Dat is goed. Dat is beter geweest. Ja. Goed, in januari ben jij terug. En dat is, ja. Dan ben je er weer. Ja, dan ben ik er weer. Pas op, Harry, een hond. Komt die nou weer? Jij bent ook wel een type voor een labrador. Als je dan een hond hebt, dan... Nou, hè? We hadden al een keer de Bielse. Ja, labrador hier. Past er ook tussen, of niet? Hè? Jij lijkt me zo'n familieman. Dat zijn vriendelijke honden. Waarom vergelijk jij mij nou weer met een labrador? Met zo'n gezellige kwispelaar. Dat is het dan. Zo'n gezellige hond. Jij bent eigenlijk een beetje een Sir Piet. Oude Sir Piet, maar gewoon thuis ben jij een hele vrolijke man met een... jij gaat straks naar huis en dan ga je je labrador nog uitlaten. Ik word gewoon een beetje misselijk nou. Ja, waarom, ik ook. Waarom doe je dat nou? Het allerergste is dat je mij vergelijkt met iets gezelligs. Ja. Appeltaart met slagroom. Gezellig. Knusheid. Knusheid. Jij bent ook iemand die heeft een huis en daar staat de achterdeur altijd van open. Nou moet je... Hé, hey, nog een naam. Daar staat de achterdeur altijd van open. En als je dan binnenkomt, dan komt daar een kwispelende hondengeur je tegemoet. Ik laat hem je even zien. Dit, Nederlands elftal. Oranje regenjas is niet voor jou. Snel weer weg. Hij gaat gelijk weer weg, hij is nog niet voor jou. Moet je horen. Guus zegt, als Jury fit is, dan gaat hij mee. Omdat jij het Nederlands elftal ruikt, heb ik voor jou hier, kijk even. Hé, hey, hallo. De Oranje de Chevaux. Ik heb hier je naam voorop laten zitten. Jury, achterkantje ook hoor. Hier, kijk maar. Goed, hier. Harry. Mulder. Nou, ziet het er prachtig uit of niet? Geweldig, schitterend. Hey. Ja, echt. Hier ga jij de komende weken gewoon in rondrijden. Dan krijg je ook dat oranje gevoel. Je motiveert me wel, moet ik zeggen. Kijk, daar gaat het om. Ja. Je stapt elke dag in die auto en jij weet, ik ben onderweg naar Frankrijk. Ja. Ja, ga eens even zitten. Steus! Nou, Jury, blijf hier in rijden. Hartstikke bedankt. Je eigen auto kan aan de kant. Die kan je even vergeten. Ja. Want dit wordt hem. Hey, hartstikke bedankt. Oké, ik zie je in Frankrijk. Harry. Dag, Jury. Dag. She's giving me the excitations. I'm thinking I'm